Ja, het begint nu toch echt te regenen. Maar het is lekker dat die slager in ieder geval overdekt is. Sorry mevrouw. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is nature. Goeiedag Niels. Goeiedag. Hi. Hi. Ik kom een mooi groot stuk vlees bij je halen voor de barbecue. Ja. Dat is sowieso de laatste tijd wat meer, dat mensen kiezen voor grotere stukken vlees. Ja, klopt. Het is echt een trend aan het worden, zeg maar. Mensen zijn de spiesjes, ja, het is natuurlijk wel heel lekker, maar ze willen net even iets anders hebben. En ja, dan is een groot stuk vlees ideaal natuurlijk. Ja. En wat heb je daar liggen? Ik heb hier nog een cote pork. Dat is eigenlijk een strook ribcarbonade. Daar hebben we de beentjes van vrijgemaakt. Dat is eigenlijk ook ideaal voor op de barbecue. Als je net ietsjes magerder wil als een procureur. Daarmee zit ik wel in de goede richting, varken. Want ik heb buikspek nodig. Heb je dat? Kom maar mee, dan laat ik het anders even zien. Kijk, ik heb hier een varkensbuik. Zo, dat is een flinke jongen. Want ik heb zo'n beetje 2 kilo nodig. Ja. Jij zei nog, er zitten ribben in. Ik denk dat die weg moeten. En wat Ralf zei, is dat het zonder zwoerd moet zijn. Dat kan, geen enkel probleem. Kijk, dit is de zwoerd. Die gaan we er dus afhalen. Oké, je kunt het ook gewoon met zwoerd houden. Je kan het absoluut met zwoerd doen. Geeft ook een bepaalde smaak aan het vlees, het zwoertje. Doe ik een stukje voor, kan jij het erna nadoen. Oké, ik hoop het. En dan doe je deze als het ware. Een beetje spanning erop. Ieder zijn vak, alsjeblieft. Dankjewel, dan ga ik het afmaken. Kijk eens. Ah, alsjeblieft. Hartstikke mooi, Niels. Het blijft, en, bedankt voor de les. Bedankt en succes ermee.